welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend en ik heb me net opgemaakt. En ik heb een shirtje aan van Most Wanted. Die is er alleen volgens mij niet meer. Maar ik ga me nu ook even omkleden, want ik heb een afspraak bij Cartier. En dan moet ik fotoshooten. Dan heb ik nog één afspraak. En wat heb ik nog meer vandaag? Ik ga bij girasol eten met de hele family. Dus ja, kijk gezellig mee. Goedemorgen, ik zie er echt uit als een vogelverschrikker. Ik ben net wakker, het is zaterdagochtend. En gisteren vergeten te vloggen. Dom. En nu... Hallo! Dus Ollie en Bibi zijn Barbie aan het kijken. En aan het eten. En Sander is bananenpannenkoekjes aan het bakken. Hi, lieverd. Deze zijn zo lekker. Trouwens, een aantal mensen hadden hier het recept voor gevraagd. Oh, het is echt gewoon basically 2 eieren, een banaan. En ik doe er dit in. 2 eieren, een banaan. En dan doe ik er koek en speculaaskruid in. Koek en speculaaskruid, wacht, moet ik even scherpstellen. Krijgen wij altijd over? Ja. En dan mix je allemaal in een ding. Ja. En dan met een staafmixer. En dan hele kleintjes maken. Ja, er een beslag van maken. En basically wat wel belangrijk is, is dat je kleintjes maakt. Ja. Omdat het beslag zo... dun is. Kijk. Gevoelig is, zeg maar, weet je. Zo klein. Dus je maakt je kleintje. Ja, deze is eigenlijk wat makkelijk. Waar gaan we naartoe dan? Kijk eens wat een mooi pakket er net is binnengekomen. Een lichtroze velvet doos. Die ga ik sowieso zo meteen bewaren. En denk mijn sieraad in doen. En dit is even mijn lievelingsparfummerk. Ik spreek het alleen altijd verkeerd uit. Zo mooi. You know what? It smells so nice. Ja, yeah, it smells really good. Dit is van de vrouw van Estée Lauder, wist je dat? Ja, dit merk is van de Estée Lauder Companies. Dus gaat bij mij stash. Die vrouw heet namelijk Erin. Dat is een van de rijkste vrouwen ter wereld. Sander zegt dat ik eruit zie als een playborstel. Dat is lang geleden, maar oké. Dat is echt waar. Als een wat? Leuk shirt. Als een playborstel. Gewoon omdat ik geen zin heb om haar te kammen of mijn make-up op te doen. En we gaan lunchen. Olivia slaapt. Ik vind mijn outfit ook echt het mooiste van allemaal. Ja. Ook met mijn haar en zo. Prachtig. Dit is onze lunch. Ei, zalm, geroosterd brood. En Ollie slaapt. Ik hoop dat ze zo wakker wordt. Want onze planning voor vandaag is dat we even gaan douchen, aankleden zo van meteen. En dan komt Kay en Diego. Kay is natuurlijk zwanger. Nou ja, eigenlijk zijn ze allebei zwanger. Want ze krijgen samen een kind. En die gaan op Ollie passen en Ollie naar bed brengen en zo. Wij gaan naar Twente. Want Lars die speelt vanavond tegen Heracles. En dat is een soort van Sander's club. Want Sander komt uit Almelo. En dan gaan we die wedstrijd kijken met z'n allen. Dus Moni haalt ons straks op. En dan gaan we bij de broer van Sander eten met z'n allen. En dan, ook een echte Heracliet. Heracliet. Dus dat wordt nog leuk. Dan gaan we naar de wedstrijd. Maar ik denk dat Groningen wel gaat winnen. Oké, ik heb mij aangekleed. Ik heb deze jas aan van Most Wanted. Waar ik trouwens echt super veel vragen over krijg. En ik ben er echt heel heel blij mee. Ik heb dit vintage-achtige shirt van Snoop Dogg aan. Van ASOS. Zal ik hieronder een linkje posten. Deze broek van ASOS. Die heet Ridley High nog iets. Ik zal hem hieronder linken. Het is gewoon zo'n chille skinny. En mijn Balenciaga. Sneakers die echt het lekkerst ooit zitten. En mijn Louis Vuitton tas. Dus een chille outfit. Ik ga nu even snel naar de Albert Heijn. Want Kay en Diego gaan eens oppassen. En Kay is zwanger. Dus ik dacht ik ga even allemaal lekkere snacks voor haar halen. En voor hem natuurlijk. Dus dat ga ik nu doen. En Ollie slaapt nog steeds al 3 uur. Dus ja. Ik zit in de auto bij tante Momo. Alleen die is niet aan het rijden. We zitten achterin. En we zijn net gestopt in Arnhem. Mm-hmm. En daar hebben we... Ja? Amersfoort. Amersfoort. We zijn net gestopt in Amersfoort. Het ligt echt in de buurt, schat. En we hebben Starbucks en Smullers gehaald. Smullers, oh heerlijk. Heerlijk, hè? Heerlijk scheten. Heerlijk. Oh, je hebt een watertje voor jezelf meegenomen. Nee, die lag nog in de auto. En voorin zitten Sander en Biepje. Dit is het weer. Het is echt, hoe laat is het? 3 uur? 4 uur? 4:50. Ja. Wij zijn eigenlijk hoe heet het stadium hier bij het stadium van Almelo. We gaan een feestje supporten toch schijnt? Volma stadium. We hebben de fans van tante Momo supporten. En ja, we gaan naar onze plek toe. Nou, dit is Ollie geworden. Dus ja. Ze heeft groeien. Ollie is erbij gezellig. De penaar is nog steeds wat het is. Ik ging vandaag nog en dat was Andy Warhol. Weet je wat Sander vanochtend tegen mij zei?
Sander zegt vanochtend tegen mij van, jij lijkt zo erg op een kleeborstel. Dat meen ik serieus door mijn haar. Ja, waar ik zat dat ik net in alles van ja. Het lijkt je echt. Dat zei hij tegen mij. Moet je naar de hoofdingang? Ja, hier naar rechts. Mama. We zijn weer thuis en ik heb mijn make-up eraf gehaald en ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Het was echt een superleuke avond trouwens. Dat wilde ik nog even zeggen. Ja, dus tot morgen. Goedemorgen, het is zondag vandaag. Maar Boomba, ik zou jou nog heel graag een keer zien toveren. Waar ga je heen? Kom je bij mama op bed? Paardje? Paardje? Wil je eten? Nou. Wil je eten? Heb je de spijker laten vallen? Probeer het nog eens, Boomba. Mama. Dank je. Mama verstaart. Nee. Ik wil niet echt een boek. Magico. Mooi. Vind je het mooi? Mooi. Heb je een eigen armband? Mooi. Anyways, ja, ik lig nog in bed. Ik ga er nu uit en ik ga mezelf opmaken en boodschappen doen en wandelen. Misschien gaan we naar de speeltuin. Zullen we naar de speeltuin? Ja, daar speelt hij. Kunnen we het even erover hebben hoe schattig Olivia eruit ziet? Ze zit zo netjes in de kar met haar handjes over de beugel heen. Zo lief. En ze is zo groot aan het worden. Het is gewoon, ik weet niet hoe oud kinderen in zo'n kar zitten, maar ze is echt gewoon eruit aan het groeien. Ik zit nu te twijfelen of ik überhaupt mezelf al gefilmd heb vandaag. We zijn terug. Olivia heeft echt zo'n slechte bui. Wat is er, schat? Drinken. Drinken? Wil je zitten? Wil je zitten en dribbel lezen? Zo. We hebben dus boodschappen gedaan. En Sander is aan het koken. Want Yuki en Lizzie komen gezellig eten. Dus dat is leuk. En we gaan Mexicaans eten. Dus dat is lekker. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zo heel veel gedaan vandaag. Een beetje gechilled. Morgen heb ik wel weer een hele morgen heb ik wel weer een hele drukke dag. Dat gaan jullie ook zien. Maar ja, vandaag een beetje gechilled. En we zijn heel vaak nat geregend ook vandaag. En dribbel is dus echt de lievelingsboeken van Olivia. Dat vindt ze echt geweldig. Wat zit daarachter? Zit dribbel in de kast? Nee, dribbel zit niet in de kast, hè? Nee. Het is een beer, hè? Goed zo. Open. Kan niet open. Nee. Goedemorgen, het is maandagochtend en ik ben net naar ontbijt van Louis Vuitton geweest. Het was heel erg leuk. En nu ben ik aangekomen bij Beauty by Roos, want ik krijg nieuwe extensions. Dus ik ga dat filmen en ik ben er heel blij mee, want mijn haar is nu echt top op het moment. En ja, let's do it. En mijn allerliefste schat is hier ook. Momo. Nee, je ziet het, het is gewoon licht. Hi, lieverd.
Wij zijn bezig met de extensions aan het zetten. En Mo heeft ze net gezet. En ik kan echt gewoon wel huilen van hoe mooi haar haar is. Het is gewoon echt... Kijk dit, deze bos. Mo had natuurlijk al super mooi haar. Maar het is nu echt... Nou ja, ik zal het zo nog even filmen. Het is echt perfection. Zo, we gaan spullen. Wil je even naar mij komen, Mo? Dat wil ik absoluut. Kijk haar haar. Dit is toch echt... Dit vind ik gewoon mooi. Dit the dream. Je bent echt een Pantene reclame nu. Ja. Zo mooi. Echt. We zijn nu over de helft inmiddels. Het is nu heel lang. We gaan straks knippen. Maar die kleur is echt zo perfect voor mijn haar. Het is echt gewoon dezelfde kleur. Nou, al mijn extensions zitten erin. Maar we moeten uiteraard nog knippen, hè? Ja, yes. Ik ben er wel echt nu al blij mee, gewoon. I love it. Het is nu stijl, maar zo lang is het dus. Ik ben er echt heel erg blij mee. Eindelijk weer lekker langer haar en meer haar. Dus ik heb voor degene die het willen weten, want ik krijg altijd heel veel vragen. Ik heb Hairlux extensions, dus bij Beauty Barrows. En er zitten meerdere salons in Nederland. Ik ben in Amsterdam. En zoals jullie zien zijn echt super veel kleurtjes. En deze meid heeft het gezet. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ben weer thuis. Oh, ik ben helemaal buiten adem. Ik heb net een afspraak gedaan na de kapper. En nu ga ik even snel mijn haar krullen. En dan ga ik iets filmen voor een heel leuk project. Wat er aankomt, dat laat ik jullie nog wel zien en weten. Want er mag nog niets over zeggen volgens mij. Dus ik ga mijn haar krullen, make-up bij werk, omkleden. En ik moet foto's maken en dus filmen. Voor dat project. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben echt zo moe. Gisteren waren Livy en Yuki blijven eten. Dat was heel gezellig. Maar uiteindelijk gingen we om 1:30 pas naar bed. En ik ben echt een oma. En dus ik heb best wel weinig geslapen. Ik heb sowieso de laatste week weer echt slecht geslapen. Dus ik ben best wel kapot eigenlijk. Maar ja, ik ga even snel een koffie drinken. Haar doen, alles doen. En weer verder. En ik ga de vlog ook afsluiten. Want het is maandag en ik heb alweer veel te veel gevlogd. Dus dat wil ik ook doen bij deze. Heel erg bedankt voor het kijken. En super leuk ook al jullie reacties op die make-up challenge video. Echt heel leuk. Dus doe maar een duimpje omhoog als jullie het leuk vinden als ik vaker dat soort video's maak. Ja, dit is het. Ik zie jullie zondag gezellig weer. Doei!